De Surinaamse Nederlandse contrabassist en componist Pablo Nahar is vandaag gecremeerd. Nahar overleed onverwachts in Nederland op 3 oktober jongstleden en hij bereikte de leeftijd van 72 jaar. Hij zou dezelfde dag naar Suriname afreizen. Nahar werd begin van het jaar geëerd met de Lifetime Achievement Award tijdens de 11e editie van de Touch of Jazz Awards. De overleden contrabassist en de componist wordt gezien als een van de pioniers in de Paramaribop en wordt ook wel de Grand Old Man van de Surinaamse jazzmuziek genoemd. Nahar, die zowel in Suriname als Nederland woont en werkt, was in 2010 een van de docenten van het Conservatorium Suriname geweest. In 1981 heeft hij met Glenn Gadum, die piano speelt, en Eddie Veldman, die de drums bespeelt, het Suriname Music Assembly SME opgericht. Geïnspireerd door de bop van Dizzy Gillespie en Charlie Parker, ontwikkelde het trio met verschillende muzici het nieuwe genre Paramaribop, wat een fusie is van de harmonieën uit de bop en jazz met de ritmes uit de Surinaamse Kaseko en Kawina. Zijn laatste grote optreden was tijdens de North Sea Jazz Festival in juli met het Pablo Nahar Suriname Music Project featuring Eddie Veldman en Glenn Gadum. De crematie van Nahar vond plaats in de Pandit Jagdeo Crematorium aan de Dr. Sofie Redmondstraat.